Ik stond erbij, keek ernaar en maakte een foto. Dat is de uitspraak van fotograaf Jan Schelkens bij het tonen van zijn carnavalsportretten. Carnaval zoals hij bedoeld is, met vrolijke gezichten en bonte kleuren. Ja, ik ben hardloopfotograaf. Ik maak het hele jaar door in voornamelijk Nederland, vooral Zuid-Nederland, foto's van hardloopevenementen en atletiek evenementen. Waar komt de interesse van voor de carnavalsportretten vandaan? Ja, de interesse voor carnaval die heb ik niet van huis uit meegekregen. Ik kom zelf van de Hollandse kust. En omdat ik het ideale meisje tegenkwam die uit Limburg kwam, woon ik hier nu al 23 jaar. En het grote verschil tussen de Hollandse samenleving en wat je door het jaar heen in Limburg tegenkomt, dat is natuurlijk het carnaval. Wat daar heel erg onbekend is en wat hier een aantal dagen lang de hele samenleving beheerst, kun je wel zeggen. Waarom portretten? Nou, ik vind portretten interessant omdat het het belangrijkste deel van een mens weergeeft. Namelijk zijn gezicht en zijn of haar ogen. En dat vind ik het mooist om dat goed in beeld te brengen, ook bij carnaval. Heb je iets met rood, geel en groen? Nee, ik heb zelf niks met rood, geel en groen. Ik heb wel gemerkt dat drie kleuren zijn die overal in Limburg in het carnaval terugkomen. Niet alleen hier in Venray, maar ook in Reuver en verder naar het zuiden zijn dat overwegend de geëikte carnavalskleuren. Heb je een verschil gemaakt tussen jong en oud? Nee, ik fotografeer in de optochten die ik bezoek eigenlijk alles en iedereen, mits aan strenge voorwaarden wordt voldaan. En ik ben zelf vrij streng als het gaat over de mensen die ik op de foto zet. Ik rook zelf niet, ik drink ook geen alcohol, dus dat wil ik ook niet in mijn foto's hebben van carnaval. Zoals ik gezegd heb, het is heel belangrijk voor mij dat het gezicht en de ogen van de geportretteerden goed naar voren komen. Dus een masker of een zonnebril, dan zal ik ook geen foto van die persoon maken. En tot slot het belangrijkste, de persoon moet uitstralen dat hij het naar zijn zin heeft, dat hij plezier heeft. En er moet smink op zijn gezicht zitten. Geen smink, geen foto. Wat is je volgende stap? Mijn volgende stap is, ik wil ieder jaar sowieso minstens één carnavalsoptocht bezoeken waar ik nog nooit geweest ben. Dat houdt vanwege de tijdsbeperking ook in dat er optochten afvallen waar ik vorig jaar wel was en dit jaar niet naartoe kan gaan. Maar dat houdt het natuurlijk wel interessant. En ik vind het leuk om ook eens een keer naar het buitenland te gaan. Keulen is natuurlijk een prachtige optocht altijd die urenlang duurt. Dus ik verheug me erop om daar eens een keer naartoe te kunnen gaan. Als je verder in Europa kijkt, ja, het eerste waar je aan denkt is natuurlijk Venetië. Met hele mooie statige kostuums. Maar ook met maskers. En ja, dat is eigenlijk iets wat mij niet trekt. In Zuid-Zwitserland wordt ook heel uitbundig carnaval gevierd op hun eigen manier. Ik weet niet of ik daar ooit naartoe zal gaan, maar het lijkt me wel interessant als fotograaf om dat eens te bezoeken. En natuurlijk het summum van carnaval Rio. Hè, maar ik weet niet of ik daar ooit in de gelegenheid ben om daar mijn geheugenkaarten vol te schieten. Maar het zou fantastisch zijn natuurlijk.